Hoi, vandaag is het hangmatdag. Hangmatdag. Volgens mij hebben we al een keer een hangmat getekend. Dat was op luilakdag. Vandaag is het hangmatdag, dus we moeten er gewoon aan geloven. We moeten een hangmat tekenen. En misschien kunnen we daar eens wat kijken hoe we dat anders kunnen doen dan vorige keer. Teken je weer mee? Ja, vandaag is het hangmatdag. Nou, hadden we er inderdaad de laatste al getekend, maar laten we dus eentje opnieuw tekenen. Want die van de vorige keer vond ik niet zo geslaagd eigenlijk. Dus laten we eens gewoon een nieuwe tekenen. En dan hopen dat die deze keer beter lukt, zeg maar. Zo, nou, dit is die hangmat. Hier hebben we de touwen. Waarmee we dat die hangmat opspannen. Hier ook weer lusjes zo. Ja, en dan hebben we hier zo'n mooi streeppatroon in allerlei... Ja, dat is misschien wel leuk als dat dan allemaal kleurtjes zijn. Dan heb ik weg natuurlijk hier geen kleurtjes. Maar je zou dat kunnen arceren zo. Dan wordt het toch een vrolijke hangmat. Daar hier nog een kussen in. Dat is ook wel weer leuk. Kussen met sterretjes. Want ja, dat is wat is nou fijner dan in een hangmat naar de sterretjes te kunnen kijken. Zeker als het wat warmere zomeravonden. Nou, het sterretje is niet helemaal gelukt. Goed, het gaat om het idee. En dan hier ook natuurlijk die strepen zo erin. Ik denk dat we zo'n hele mooie hangmat hebben getekend. Misschien heb je zelf wel een hangmat. En dan zou ik zeggen, als het een beetje lekker weer is, lekker luieren in die hangmat. En neem wat te drinken erbij, zodat je niet uitdroogt. En dan zou ik zeggen, zie ik je morgen bij de volgende video. Tot morgen.